Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmid. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Twee jonge jongens hebben hun debuut gemaakt. Ik geloof dat we op het eind speelden met 6 jongens uit de jeugdopleiding. Financieel gewin voor de club waar ik het gisteren al met jullie over gehad. Dus dat is een hartstikke mooie bijkomstigheid. En we zijn gewoon een ronde verder. We zijn bij de laatste 16 van Nederland. Nou, dat zijn gewoon feiten. En met Vlagen mooi, afvallend, snel voetbal. Ja, zeker. Zeker de eerste helft. Misschien ook wel mede doordat hun wat inzakte en dat we de wind wat mee hadden. De tweede helft gingen zij hoge druk zetten. En je hebt je wind tegen. Ja, met je lange ballen ga je het dan niet lukken. En over de grond werd het ook wat moeilijker. Maar bovenaan staat dat we een ronde door moesten en dat is gelukt. Hoe lastig zijn dit soort wedstrijden op bezoek bij amateurs in het bekertoernooi? Kan er van alles gebeuren? Ja. Ik heb van de week een beeldjes laten zien van Wrexham tegen Coventry City. En Wrexham speelt 5e niveau in Engeland. Coventry City 2e. En Wrexham is gewoon door joh, met 3-4. En daarmee ben ik begonnen. Ik zeg, de verrassingen die liggen er altijd. In Nederland zijn er ook genoeg momenten dat er amateurs winnen van profs. Het heeft vaak met mindset te maken, met ondergrond, met omstandigheden. Hoe ga je daarmee om? En ik moet zeggen dat we dat redelijk goed gedaan hebben. En dan worden we gelijk geholpen door een hele snelle 0-1 natuurlijk. Nou, dan heb je 0-2. Die 1-2 die komt dan te snel, want dan denk je weer, potverdorie, het zal toch niet. Dus dat was slordig. Ik heb ook beelden, ik zeg, als zij in de wedstrijd komen, dan is het door dode momenten. Door een penalty of door een vrije trap of een corner. Nou, dat gebeurde ook nog. Nou, uiteindelijk 1-2. Gelukkig dan nog voor de rust 1-3. En ja, goed, in de tweede helft hebben we een aantal slordigheden en dat kunnen we ons niet permitteren. Werd gelukkig niet afgestraft. Hoe neem je dit nu mee naar vrijdag? Wacht al snel weer een mooi duel op de Vijverberg. Ja. Is het dan fijn om zo even het vertrouwen te kunnen tanken? Ja, dat is absoluut het geval. Alleen ja, ik vind vertrouwen altijd een heel broos woord. Waarom? Soms gaat het hartstikke goed en dan verlies je zo ineens. Maar ja, hoe kan dat dan? We hadden 6-13 en dan speel je gewoon een slechte pot tegen Eindhoven. Ja, misschien komt dat door die break. Maar goed, ja, dan is er toch ook vertrouwen. Heb je goede wedstrijden gespeeld. PSV thuis natuurlijk een fantastische overwinning waarbij heel de Vijverberg op zijn kop staat. Ja, dat zijn dingetjes, dat zijn de onaantastbare dingen in het voetballeven. En dat is best moeilijk. Maar we kunnen beter tegen Ajax spelen met een winstpartij dat je bij de laatste 16 zit. Dan dat je hier bij wijze van spreken eraf gaat. Want dan neem je dat allemaal weer mee, die negativiteit. Die hebben we gelukkig nu niet. Dus aanstaande vrijdag staat er een belangrijke wedstrijd weer te wachten tegen Jong Ajax. En er zijn altijd toch veel mensen. En ik hoop dat alle mensen er zijn om ons te steunen. Want dat hebben we hartstikke nodig. Ja, je noemde al een mooi dingetje vandaag. De twee jeugdspelers die hun debuut maakten. De bank zat vol met jeugdspelers. Enkele spelers hadden rust gekregen. Was dat een bewuste keuze of waren er enkele blessures? Nou, sommige jongens, dat is even in de belasting. Even te kijken. We spelen natuurlijk op kunstgras van MVV, wat niet altijd het allerbeste is. Dit ook niet. Nou, dat alles in ogenschouw nemend, weet het ook waar spelers vandaan komen. En we hebben jonge jongens die er ook klaar voor zijn. Dus ja, dan moet je het. Een oefenwedstrijd is anders dan zo'n wedstrijd. Dus ja, dan hebben ze een moment om het te kunnen laten zien. Nou, dat was vanavond het moment daar. En voor de volgende ronde heb je nog een lichte voorkeur misschien? Nee joh, je kan wel een voorkeur hebben. Aan de ene kant hoop je op een tegenstander dat je zegt, ja, als we die winnen dan zitten we bij de laatste 8. Nou, als je de top van de eredivisie loopt, ja, dan wordt het wat moeilijker om door te gaan dan van een stuk lager niveau van een eerste divisieclub. Ja, dat is gewoon rekenen. Aan de andere kant, als wij tegen een topclub spelen uit, dan weet ik, hier waren weer 200 supporters wat top was. Dat is niet normaal. En als we dus bij wijze van spreken naar een topclub gaan, ja, dan gaan we denk ik wel 500 mee. En dat is natuurlijk een enorm feest wordt dat. Ja, goed, en dan is voor de club ook nog een behoorlijk mooi financieel gewin natuurlijk, want deling van de recetten. Dus dat zijn dingen die allemaal meespelen. Je kan wel alles willen, maar er wordt toch geloot, dus geen invloed op.